Dames en heren, hartelijk welkom bij alweer de 7e Trotter Week Update. En vandaag is mijn gast Rosalie Jansen. En Rosalie, zij traint in het Drentse 1 zo'n 15 paarden. Ze doet dat samen met haar partner Luit de Vries. En Roos, dat doen jullie al heel wat jaartjes, of niet? Ja, wij zitten daar nu ongeveer 17 jaar. En ik heb Luit leren kennen bij Rob de Vlieger. En wij zouden toen, toen wij daar alle twee besloten om daar weg te gaan, zouden wij naar Oostenrijk vertrekken om bij Gregor Grandmeier te gaan werken. En we hadden onze auto ingepakt en we zouden weggaan. En die meneer belde op dat hij ons niet meer nodig had. En ze hadden paarden opgehaald en er was geen plek meer voor ons. Dus, alles al geregeld aan woonruimte? Nee. Alles was helemaal, En toen hebben we gezegd van wat gaan we nu doen? En ze hebben misschien moeten we maar voor onszelf beginnen. En toen zijn we in één terechtgekomen. Joop Pol zat daar vroeger, die had daar een hele grote stal. En zijn gevraagd of er daar misschien een plekje was voor ons. En dat was er nog. Er was nog een stalletje vrij. En meneer Brouwer die had toen we bij Rob weggingen gezegd, als jullie voor jezelf beginnen, bel me. Maar ja, dat al zo snel zou zijn, had hij niet verwacht natuurlijk. En die heeft ons wat paardjes meegegeven. En toen zijn we voor onszelf begonnen in één. Kijk aan, je noemt meneer Brouwer, die kunnen we er toch nog wel even bij halen. Want dat was een meneer die won de postcode loterij, meen ik. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dus daar heeft hij veel paarden van gekocht. En daar heeft Rob natuurlijk heel veel plezier aan beleefd. Uh-huh. En wij hebben daar ook plezier van beleefd. Hij is echt een opstap geweest. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. We zetten er gelijk een aantal neer. Ja, ja. Want het was een impulsieve actie van jullie. Dus... Zeker, ja. En Wim van der Zand heeft toen ook een paardje bij ons neergezet. En toen zijn we ze wat gaan rondvragen. En toen, Marcel Houber, die werd toen ook groter. En die heeft toen gezegd, als jullie dan de jaarlingen voor ons beleren, dan krijgen jullie ook een mooie opstap. Dus binnen een maand hadden we 20 paarden staan. Fantastisch. Ja. En nou zijn we 17 jaar verder en gisteren was je met twee paarden in Mons. Ja. Ben je alweer helemaal fris en fruitig naar die wereldreis? Want ik geloof je had er eentje in de eerste en eentje in de laatste. Ja, dat klopt. Nee, dat is prima. Ja, tuurlijk, dat zit er een hele tijd tussen. Maar we zijn het wel gewend natuurlijk. Ja, we hebben een grote stap nu gemaakt van het begin naar het einde gelijk. Of naar het einde, nee, zit er middenin. Ik begrijp het niet verkeerd. Maar de andere onderwerpen komen ongetwijfeld nog aan bod. Ja. Maar nu even de actualiteit. Dus jullie gaan graag naar Mons, hè? Het is een hele prettige baan om op te rijden. De stallen zijn prima. Het is alleen wat ver rijden voor ons. Mm-hmm. Alleen, onze eigenaren die starten graag in Nederland. Ja, en dit is dan de kans om in Nederland te starten. Maar goed, precies. Alleen, je moet een eindje verder rijden. Ja, maar goed, ik heb gisteren naar Ralf zitten luisteren. Ze hebben meer dan 6 ton aan prijzengeld beschikbaar gesteld in die meetings op Mons. En daar hebben jullie dus een aardig graantje van mee kunnen pikken. Ja, zeker. We hebben 4 koersen gewonnen en allemaal plaatsgeldjes. Dus we hebben goed winterseizoen gedraaid. Ja, dat is hartstikke mooi. En ik moest nog wel lachen ook, want je hebt natuurlijk ook een hele wakkere eigenaar fokker bij jullie rondlopen. Want die had ontdekt van, er lopen wel heel weinig Nederlandse paardjes in die koersen. Dus er is er ook nog eentje met fokpremies aan de haal gegaan, of niet? Ja, zeker. Ja, Dick Hol en Wessel van Tweel, die fokken samen. En met cashflow en inflation stonden ze op een gegeven moment bovenaan in de fokkerslijst. Dus mooi. Hoe kijk je terug op gisteren? Je had 2 paarden aan de start. Ja, Falco de Bedage liep, die was een maand weg geweest en die was even ziek geweest. Dus het was eigenlijk zijn eerste koers. Ik wist niet helemaal precies hoe die ervoor stond. Maar de 2 voorste die waren niet te achterhalen en hij liep er prima. Hij kwam heel goed af en hij liep een prima derde plek. Mooi. Dus, en je had een beginner in de laatste? Ja. Maar goed, dat was een koers tot 1000 en er stonden toch wel erg ervaren paarden in. Mm-hmm. Ze was zelf erg bang van de startauto, dus ik begon al achteraan. Mm-hmm. En toen het laatste stukje had ze ook nog even een moeilijk momentje, dus toen heb ik er verder ook niet meer gevraagd. Veel geleerd? Heel veel geleerd. Gaat er wel komen? Ja, zeker. Hey, jullie gaan volgende week weer? Ja, hebben we er 3 lopen. Mm-hmm.
De eerste is cashflow. Die staat in de Monté-koers, wat ze het liefst doet natuurlijk. Ja, er staan hele goede paarden in. Maar goed, ze heeft geen andere startmogelijkheden. Dus en voor het eerst 2800 meter. Dus dat weten we ook niet hoe ze dat gaat doen. Maar ze werkte vandaag erg goed. Dus ja, ze doet altijd 100% haar best. En we zien wel waar het schip strandt. Ja, nou, ik heb dat laatste keer daar zien lopen in die Monté-koers. Dat vond ik weer ouderwets goed. Absoluut, ja. Dus ze loopt daar ook heel graag. Dus dat zal... ze zal haar best doen. En als het dan niet in het geld is, dan is dat zo. Maar ja, ze doet haar best. Dus, u heeft dat gehoord, hè? Volgende week woensdag cashflow extra in de gaten houden op Mons. Er is natuurlijk ontzettend veel te doen op het moment om de drafbaan in Groningen. En daar gloort misschien ook wel weer een klein beetje hoop. Rosalie Jansen, jij zit in 1 vlakbij Groningen. Hoe belangrijk is die baan Groningen voor jouw stal? Voor mijn stal is die zeker belangrijk. Ik denk voor de hele drafsport is het belangrijk. Ik bedoel, als er weer een baan verdwijnt, dat is natuurlijk nooit goed. Mm-hmm. Voor mij, ja, ik heb veel paarden die daar goed lopen. En ik heb daar veel eigenaren zitten die het heel leuk vinden dat hun paarden daar lopen. Dus ja, het zou voor ons wel echt een aderlating zijn als die verdwijnt. Ja, wat zou er gebeuren? Er zijn nog echt veel eigenaren in en om Groningen. Wat zou er met die mensen gebeuren? Nemen die genoegen met Groningen, Emmeloord, Jouren? Of ben je bang dat die wel eens zouden kunnen verdwijnen? De mensen die ik heb, denk niet dat die verdwijnen. Maar er zullen misschien mensen zijn die niet verder gaan. Maar ik over het algemeen denk wel, het enige wat ik vind is dat er geen nieuwe mensen meer vanuit die buurt. Ik bedoel, als het er niet is, dan weet ook niemand wat het is. Dus hè, dan, er zullen geen nieuwe mensen bij komen. Nee. Zie je daar een oplossing voor? Hoe kunnen we juist die eigenaren actief betrekken bij de toekomst van de drafsport? Ja, dat vind ik wel lastig. Maar goed, het plan wat er nu ligt voor de breedtesport. Ik denk dat wel een heel mooi initiatief is. Ja. Om de mensen. En dan hopen we natuurlijk dat Groningen blijft. En dat die daar ook in mee kan delen. Dat je gegarandeerd koersen hebt en gegarandeerd prijzen geldt. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ik weet niet beter, het doek is gevallen voor Groningen. Heb jij nog enige hoop dat die baan dan wel blijft bestaan? Nou, vandaag heb ik een klein primeurtje gekregen van Kees de Bok, ook eigenaar bij ons. Hij zit heel dicht op het vuur en hij heeft mij weten te vertellen dat er toch weer een klein lichtpuntje is. En ze hebben drafsport 1.0 achter zich gelaten en 2.0 omarmd. Mm-hmm. En dat houdt in dat ze vanuit de partijen, vanuit de gemeente moet ik zeggen, op de evenementen, kleinschalige evenementen gaan inzetten. Ja. Ook om de buurt tevreden te houden, want die zitten helemaal niet te wachten op die grote evenementen. Ja. En ze willen dus kleinschalig voetbal, picknicken, noem maar op, willen ze naar het stadspark halen. En ja, daar past de drafsport natuurlijk perfect in. Dus daar zijn ze op ingesprongen. En ze hebben het nou toch al 6 partijen achter zich staan die toch voor de drafsport gaan stemmen. Ja. Dus ja, er is weer een kleine hoop dat het blijft. Dat klinkt goed. Zijn het ook een partijen die het een beetje goed gedaan hebben gisteren? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet van de hoed aan de rand. Hè. Nee. Ik heb het ook net pas van Kees gehoord. Dus, mooi zeg. Ja, maar het klonk heel positief en ja, daar wil ik natuurlijk heel graag in mee. Ja, nou, dat snap ik. Maar het is heel belangrijk voor jullie. Jij zit daar om de hoek. Ik kan me ook zo voorstellen dat jullie smachten naar informatie. Worden jullie een beetje op de hoogte gehouden? Bijvoorbeeld door de baan zelf of door de Nederlandse Draf en Rensport? Nou, door de baan zelf wel, door het bestuur. Nou ja, dan scheelt ook natuurlijk dat ik een eigenaar heb die zich daarmee bemoeit. Door het NDR heb ik nog nooit wat gehoord. Nee. Durf je er een procent aan te hangen, hoe goed je hoop is? Ja, ik ben vrij positief ingesteld. Dus als ik Kees ze hoorde, gaan we gewoon voor 75%. Oeh, dat zou mooi zijn, Roos. Heel mooi. Ja, Rosalie, je hebt als zelfstandig trainster
ongetwijfeld mooie momenten gekend, maar ook bijvoorbeeld wel eens hele mindere perioden. Maar ook in die mindere periode is daar altijd, elke ochtend als je de stal binnenloopt, kaas en buitenzorg, die even om het hoekje kijkt. Dat is echt jouw grote vriend, hè? Ja, ik ken hem al sinds dat hij 2 is en hij is inmiddels 28. Ja. Dus we gaan al heel wat jaartjes met elkaar om. En ik kwam als 12-jarig meisje kwam ik op Stoeterij Buitenzorg. En toen zei Jos van Koolwijk, die daar het scepter zwaaide, die zei van, ga jij dat paard maar verzorgen? Nou, dat wou ik natuurlijk wel. Een grote zwarte hengst. Ik denk, nou, dat vind ik wel mooi. Dus toen mocht ik hem verzorgen als 2-jarige. En als 3-jarige is hij natuurlijk... is hij natuurlijk gaan koersen en ik mocht altijd mee, ik mocht hem verzorgen en nou ja, ik leerde de drafsport kennen en altijd met hem mee geweest. Toen bleek het ook nog eens een hele goeie. Ja, goed, daar had ik toen nog helemaal geen, ik vond het fantastisch om met hem mee te gaan en daar had ik toen nog helemaal geen kijk op. Nee. Maar uiteindelijk bleek het natuurlijk ontzettend goed paard te zijn. Uh-huh. Hij heeft ook een hoop versprongen. Maar Jos en hij, dat waren een eenheid. Mocht je hem als meisje van 12 ook al rijden? Of kwam dat wat later? Nee, dat kwam iets later. Toen ik echt, mocht natuurlijk eerst met de hele makken op pad. En toen later mocht ik hem wel eens uitrijden. Maar het is overduidelijk, Jos van Koolwijk is voor jou de trainer geweest waar ik mee begonnen is. Daar komt het op neer. Ja, zeker. En hij kon lezen en schrijven met dat paard. Henny Grift heeft hem wel gereden. Jos Verbeek heeft hem gereden. Ik bedoel, dat zijn toch namen. Mm-hmm. Maar ja, er was er maar één waarvoor die hard liep en dat was voor Jos. Een aparte heerschap. Zeker, ja. Hey, maar Roos, op een gegeven moment werd hij van jou. Hoe kwam dat dan? Nou, we hadden hem met z'n tienen. En ze hadden hem met z'n tienen. En er was een eigenaar die eruit stapte. En toen hebben mijn ouders voor mijn verjaardag dat deeltje gekocht. Okay. En toen had ik een deeltje in dat paard. En toen als 7-8-jarige kreeg hij een hele zware peesblessure. En toen heb ik hem nog meegenomen naar Rob de Vlieger, waar ik toen werkte. En daar hebben we het nog geprobeerd. En toen uiteindelijk, hun zijn er allemaal uitgestapt. En ik heb hem gehouden. En ik zal hem tot zijn dood verzorgen. Ja, gelukkiger kon hij het niet treffen, zullen we maar zeggen. Nou, dat denk ik niet, nee. Maar wat doe je allemaal nog met hem dan? Hij is natuurlijk wel een beetje op leeftijd. Maar... Hij is nog topfit, moet ik zeggen. Alleen 's winters heeft hij ontzettend veel haar. Is net een teddybeer, dus dan doe ik niet zoveel met hem. Lekker buiten lopen. Hij loopt samen met Kim Rainbow. Ja. Die is van Wessel van Tweel, dus ook van K-jaargang terug. Ja. Dus 2 28-jarigen. Ja, we moeten wel een alfabet terug, hè, mensen, voor de duidelijkheid. Ja, klopt. En met z'n tweetjes lopen ze lekker oud te zijn. En zomers maak ik nog wel eens een bosritje met hem voor de kar of onder het zadel. Super. Ja. Kan je de grote buitenzorgprijs nog bewust herinneren? Ja, fantastisch. Dat was zo'n ontzettend mooie koers. Ja. Leuk om die nog eens even terug te gaan kijken. Ja, graag. Met het commentaar van Hans IJsvogel. Ja. De onvolprezen Hans IJsvogel. Komt-ie. Die passeert daar Kim van Leeuwen. Nou, dan komt hij straks in beeld, geloof ik, hè Roos? Ja, daar stond hij onbekend, hè? Het was geen starter. Nee, hij was heel moeilijk bij de start. En Jos begon altijd achteraan. Kijk, en daar komt hij aan. Zo mooi in beeld gebracht. En kijk eens naar die geweldige passen die deze 3-jarige pas hengst neemt. Kippenvel als ik ernaar kijk, echt. Neemt de leiding over van Kathleen Dragon. En dan zijn we alsof nog een 800 meter van niet normaal. Een prachtige draf heeft die Kathleen Dragon op de tweede plaats. De 13 Co-Buitenzorg. Maar dan is dat laatste stuk lang, hè? Dan is het heel lang, en zeker. En daar komt dan Cocky Lady met het witte buis van Rob de Vlieger. En ook Henny Grift die zit daar toch weer in. Die heeft zich toch weer goed hersteld met zijn nummer 14, Crisia Boko. Maar kijk, die Kazan Buitenzorg die neemt 2 lengtes voorsprong op Kathleen Dragon. Daarachter Jeroen Engwer, daar met Kanjer Norton. En ook de 13 Co Buitenzorg heeft het beste gegeven. Maar die Kazan Buitenzorg, als heer en meester, overvleugelt hij daar het hele veld. En loopt 2 lengte, 3 lengte, 4, 5 lengtes weg op die Kathleen Dragon. Op de 3e plaats is het dan die Kanjer Norton. Maar die zou later, door de affaire met Henny Grift met zijn Crisia Boko, worden teruggesteld naar de 6e plaats. En dan komen ze door de finish. Na 2 minuten 38 en 2 tiende seconden, kilometertijd 1:19. Kazan Buitenzorg wint.
Op de tweede plaats Kathleen Dragon. Derde wordt dan nu de drie Kit Buitenzorg voor Koba. Ja, elk paard verdient een oude dag, maar het was echt een hele grote kampioen, hè, zo. Zeker, absoluut. En die jaging was natuurlijk ontzettend sterk. Ja. He, het was, er stond ontzettend, die Kaya-gang, die was fantastisch. Ja. En zulke mooie... Boko, Kailash, Cosmos Groenhof, ja. Hele goede paarden waren dat. Ja. Dat was een waanzinnige jaargang. Ja, ja, zeker. Het lukt ook niet in de derby? Nee, hij kwam veel te vroeg aan kop. Oh ja. Ja. En dat, dat was heel jammer. Maar goed, hij heeft andere koersen, hele mooie koersen gewonnen. Mooi. Zo. Kaas aan buitenzorg. Ja, Rosalie, je hebt een leuke stal op dit moment. Niet extreem groot. Je kan goed het overzicht houden, maar bijna alles loopt, hè? Ja. Ja, dat is lekker natuurlijk. Zeker, ja. We hebben eigenlijk alleen maar koerspaarden en twee paarden die we beleren en die dus nog niet kunnen koersen. Nee, hoe zit je in de Franse paarden, om daar eens mee te beginnen? Nou, wij hebben er op het moment twee. We hebben er net een nieuwe bij aangeschaft voor Karel Wonenkamp. Die had zin in een avontuur. En wij hebben heel nauw contact met Jordi en Jennifer Denneman. Mm-hmm. En als wij een keer wat zoeken, dan bel ik ze. En dan vraag ik van, god, zou je wat willen zoeken? Ja. En dat doen ze dan ook. En we hebben als eerste Eugla Chenet gehad. Was ook een leuk koerspaard. Ja. En Falken de Badage. Mm-hmm. En nu hebben we een nieuwe, Valakuit. Hoe lang heb je hem al staan? Nu 2 maandjes. Oké, dus je kan al wat erover zeggen. Het lijkt heel leuk. Uh-huh. Hij laat goed aanzien, maar we zijn nog wat aan het sleutelen. Ten eerste met zijn gewicht. Want ze komen niet heel dik aan. Okay. Dus er moet eerst even een paar kilootjes bij. En we zijn nog wat met zijn loop aan het doen, zodat hij, hij moet in de zilveren challenge meteen. Dus we moeten natuurlijk wel goed voor de dag komen. Ja, je noemde er al eentje, die heeft het allemaal laten zien, hè? Falco de Bordage, ontzettend leuk paard. Kwam met bescheiden klasseringetjes, maar maakte al heel gauw progressie. Hoe kwam je aan dat paard? Nou ja, dus ook via Jennifer. Ja, en, nou ja, nee. Dat, maar goed, hij, er zit wel een verhaal achter. Want na een week leek het allemaal niet zo goed meer met hem te gaan. Hij werd heel sloom en hele hoge koorts. Dus we hebben hem naar de kliniek gebracht. En daar bleek dat hij een tekenbeet heeft gehad. En Babesia. En daar is hij ontzettend ziek van geweest. Hij had ook nog eens een reisziekte en vocht achter zijn longen. Mm-hmm. Dus toen hebben ze echt geknokt voor zijn leven. En het ging echt op het randje, mm-hmm. maar hij heeft het gered. En eigenlijk nog geen 4 maanden later liep hij in de koers. En hij kwam met een winstom van €400 en hij zit inmiddels al op 9. Het is een geweldig verhaal. Ja, dat is echt... en hij is nog lang niet klaar. Nee, wat zijn zijn kwaliteiten? Hij is beter gaan starten, dus we kunnen iets verder voorin liggen. En zijn kwaliteit is het laatste stuk. Mm-hmm. Dat is gigantisch. Hij gaat alleen maar harder en harder. En supergoed karakter. En toppaardje. Het was een van je Wolfgang-winnaars. Ja. En die gaan we nog eens even naar kijken. En dan mag je zelf vertellen hoe dit gaat, Roos. Want als ik jou daar zo zie liggen, het derde paard aan de binnenkant, dan denk ik op Mons, dat gaat niet meer gebeuren. Nee, ik had zelf ook niet helemaal verwacht. Maar hij start op het moment redelijk goed. En, maar onderweg, ik kan geen aansluiting houden. Je ziet ook elke keer zit er een metertje, 2 metertjes tussen. En hier even brutaal, zie ik. Ja, ik moest even een beetje naar buiten schuiven. En ik kan mooi mee. En die van Rick Westen, die schuift direct mooi op. En ik kan mooi meeschuiven. En... ik voel dat hij nog alles over heeft. Hij heeft zijn trekkapje nog op. Zijn trekklepjes aan omhoog. Ik hoef hem alleen maar een beetje aan te sporen. Nog een spoortje naar buiten. En hij stapte zo overheen. En daar stonden hele goede paarden in, hè? Daar stonden hele goede paarden in, absoluut. Ja. Nou, hoe voelde die? Ja, fantastisch. Dat zijn natuurlijk de mooie dingen. En helemaal met zo'n... Met zo'n verleden, dan zijn die zulke koersen zijn natuurlijk
Ja, zo mooi om te rijden. Ja. Jouw eigenaar Peter Zwaak, ook een hele nieuwe man in de sport? Nee, hij heeft al wel een tijdje paarden. Mm-hmm. En heeft nog wat bij Bas Krebas gehad, deeltjes, mm-hmm. met Peter Delissen. Nou ja, op een gegeven moment kwam die bij ons terecht en hij zegt, ik vind het wel leuk vinden om een Fransman aan te schaffen. Nou ja, dat wouden wij natuurlijk ook wel. Dus zijn we samen op zoek gegaan en hij is heel enthousiast. En leuke man in de sport. Ja, mooi. Hij doet het dan alleen, maar zie je zo dat initiatief van Marcianne Hauber, dat is ook iets waar jij wel toekomst in ziet? Ja, zeker. Ik denk dat daar ook de toekomst ligt. Mm-hmm. Om meerdere mensen aan te trekken. Ik heb ook best wel wat paarden die mensen deeltjes hebben. Maar goed, die mensen zitten al wat langer in de sport. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een fantastisch initiatief. Ja. Absoluut. Je hebt een leuke stal met paarden. Cashflow is natuurlijk ook een verhaal apart. Hè? Inmiddels een Nestor in je stal. Ja. 12? Ja, 12 is ze, ja. En op hele late leeftijd kwamen jullie erachter dat die aangespannen, of dat die onder het zadel beter zou zijn. Ja, wij, ze had €20.000 verdiend. Nou, prima goed natuurlijk. Eigenlijk. Ja, zeker. En we hadden al met de eigenaar afgesproken dat wij een veulentje met haar zouden gaan fokken. Maar zeiden tegen elkaar van, god, misschien moeten we eens een keer proberen onder het zadel. Maar goed, ze is vrij klein, vrij gedrongen. Proberen kan altijd. Dus Sietske gevraagd, is ook niet zo groot. Dus zei van, kom je een keertje rijden? Nou, Sietske de Vries. Sietske de Vries, zeker. Een jockey. Ja. Ja. En ze heeft geprobeerd. En de eerste keer uit, dat ging meteen prima. Sietske zei ook van, nou, we moeten even dit eraf halen en dat eraf halen. Dus ze heeft eigenlijk alleen maar een zadeltje op, een hoofdstelletje in en een kniekenmasje die ze altijd om heeft. En verder puur natuur draven. Ja, en dan was daar ineens die koers op Hamburg, dat die even uit de greep van Zou niet bleef. Ja. Ik vond het een van de mooiste van het jaar. Dat was fantastisch. Die hebben wij ook echt ervaren als ongelofelijk, ja. Hoor. Als je dat kan, ja. Want daar kan je net zo van genieten, van de zijlijn af, als trainerprestaties. Tuurlijk, dat is net zo mooi, maar het is wel een stuk spannender langs de kant. Je kan beter zelf op karretje zitten, hoor. Dat is de spanning weg als je helemaal zit, hè? Ja, zo is het. Florijn hebben we nog, een heel apart heerschap, heb ik zo het gevoel. Ja, die kwam bij ons en die was eigenlijk overal bang voor. En hij kon niks en hij wou niks. En daar heb ik uren op een klep gezeten om hem maar op een trailer te krijgen, voordat we überhaupt naar de koers konden. Dus daar zijn we bezig geweest. Nou, hij heeft een startverbod gehad. Hij brak alles af. Dat was heel apart. Maar uiteindelijk Luid kreeg last van zijn ellebogen. En tennisellebogen. En hij zei, ik vertrouw mezelf er niet mee. En toen hebben we John Dekker gevraagd. Hij moest er wel eerst even over nadenken. Maar uiteindelijk heeft hij ja gezegd. En dat is natuurlijk... heel goed uitgepakt. Hij moest erover nadenken in het kader van risico. Ja. Ja, want hij was echt een beetje gevaarlijk. Gewoon. Hij was gewoon echt gevaarlijk, ja. Nou ja, hij kende hem natuurlijk van de baan. Nee. En we hebben het ook tegen hem gezegd van, als je het niet wil, snappen we dat ook. Nee. En hij heeft ook gewoon werk natuurlijk. Hij moet de volgende dag ook gewoon naar zijn werk. Ja. Dus toen hebben we gezegd van, nou, wil je proberen? En dat wou hij. Ja. En mooie visie. Ja, zeker. Dus we moeten een sterke kerel hebben die niet zo benauwd wordt. Nee, nou ja, John. Dan kom je gauw bij John Dekker uit. Nou ja, goed, dat is natuurlijk, dat was een gouden combinatie. Ja. Hij laat hem in zijn waarde en super. Ja. Hebben we Jack nog? Die won een aantal koersen ook in Duitsland vorig jaar. Ja. Dat was eigenlijk een van de succespaarden. Zeker, ja, heel leuk paard en enthousiaste eigenaren. En we zijn heel erg blij dat we dat paardje bij ons op stal hebben gekregen. Mooi. Wie vergeet ik nog? Inflation heeft ook gewonnen en mooie plaatsgelden, ook op Mons goed gelopen. En Jackie de Bel heeft ook gewonnen. En onze stal doet gewoon hartstikke goed. Eén ding is duidelijk, Roos, je hebt de win mee op het moment. Zeker, maar, absoluut. Je hebt ongetwijfeld ook wel eens tijden gekend dat het allemaal minder was. Je hebt er zelfs op een gegeven moment halve dagen bij moeten werken. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig, hoe heb je altijd weer die motivatie gevonden, samen met Luid, om toch te zeggen van ja... Dit is onze droom, we moeten doorzetten nu. Ja, het is best wel eens lastig geweest hoor. Dat je op een gegeven moment nog 5 paarden hebt staan. En dan denk je, moeten we nog wel doorgaan? Mm-hmm. Maar goed,
Het trok toch weer wat aan. De eigenaren kwamen weer. We kregen wat goede paarden op stal. We hebben toen de tijd zelf IJswater gekocht. Die was vierde in de Mary Derby. Die won de Sweepstakes Trials. Die reed ons toch een beetje in de picture. Ja. Toen hadden we nog Benjamin. Die het heel goed deed in Duitsland. En kwamen er toch wat eigenaren. Toen op een gegeven moment liep het toch weer wat vol. Ja. En dan ga je toch maar weer door. Ja, precies. Dus het kan een kleine meevaller zijn om je weer volledig in de mentale juiste focus te krijgen. Ja, zeker. Ja. Ja. Mooi zeg. Ja, IJswater was een goede. Benjamin, zie je weer naar Duitsland. Zeker. En toen kwam het, en toen vulde het weer wat aan. Ja. Ja. Nou, dat is mooi, Roos. En ik hoop dat je het heel lang volhoudt op deze manier. Ja, als het nu gaat. Zeker. Hopen wij ook. Rosalie, hebben jullie schade geleden als gevolg van de coronamaatregelen? Nou, niet echt. Wij konden eigenlijk prima door. We zijn veel in Duitsland geweest, naar Mons geweest. We hebben gelukkig geen eigenaren gehad die de paarden op hebben gehaald of op rust hebben gezet. Dus met z'n allen de schouders eronder. En we hebben gelukkig weinig te lijden gehad. Ja, dat is toch heel positief als ik dat zo hoor. Als je nou naar jouw bedrijf kijkt, wat zou er nog beter kunnen? Of laat ik het anders zeggen, waar hoop jij bijvoorbeeld op? Ja, ik denk, hè, wat de meeste kleinere stallen hebben, is natuurlijk toch eens een keer naar de klassiekers toe. Hè? Ja. En wat jonge paarden op stal, dat je daarin mee kan doen. Ja, dat je naar een veiling kan en dat je weet van, nou, ik mag er 3 uitzoeken. Dat zou helemaal mooi zijn, maar mag ook met eigen fokproducten. Ja, dat is ook prima natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, zoals het nu gaat en we winnen onze koersen en grotere koersen, minder grote koersen. Hè, op Groningen vind ik net zo mooi winnen als in Berlijn hoor. Mm-hmm. Dus daar kan ik net zo van genieten. Maar goed, tuurlijk hoop je dat er eens een keer een klassieker staat dat je daarin mee kan doen. Ja. Nou, die komt ongetwijfeld vroeg of laat een keer. Laten we eens over 5 jaar verder gaan kijken, Roos. Waar hoop je dan te staan? Nou, ik hoop hetzelfde als dit jaar. Daar zou ik al heel blij mee zijn. Ja. Ik bedoel, hè, je hebt het niet voor het uitkiezen. En deze paarden worden ook allemaal ouder. En dan hoop je toch dat er jongere generatie weer komt. Mm-hmm. En dat we dat ook weer zo kunnen opbouwen. Ja, maar ik hoop toch vooral dat als je zo'n mooi seizoen hebt gedraaid, dat de eigenaren gaan denken van, hé. Tuurlijk, ja. Dat kan nog wel wat groeien? Of heb je bij 15 echt wel de grens? Nee, dat kan echt wel naar 20. Ja, okay, dat zou ideaal zijn. Ja, dan kunnen wij het echt met z'n tweeën goed aan. En onze vrijwilligers natuurlijk. Ja. Natuurlijk zou dat het mooiste zijn. Maar goed, we zijn al dankbaar wat we nu hebben. Rob de Vlieger had een prachtig pleidooi voor zijn vrijwilligers. Die zijn voor jou ook onmisbaar? Tuurlijk, ja. Niemand kan zonder hoor. Wat doen die zoal? Mesten, paarden wassen. We hebben niet heel veel rijders. Nee. Maar goed, mensen die meegaan naar de koers, daar inspannen. Dat is onmisbaar voor je stal. Of wie ik je nog niet heb gehoord, dat is je zoon, Benjamin. En over 5 jaar is hij ongeveer dezelfde leeftijd als Marciana, hoop maar nu. Ja. Zie je hem dan net zo meedraaien in jullie bedrijf? Nou, zijn vader hoopt van niet. maar goed, hij heeft hele grote ambities om een voetballer te worden. Oké, dan. Ik heb met Marleen Hoube gesproken. En die vertelde eigenlijk hetzelfde verhaal wat wij nu meemaken. Dus Marciano was ook voetballer en is daarna ook paardenman geworden. Ja. En wie weet staat ons dat ook te wachten. We zeggen nooit nooit. Zo is het. Rosalie, nou bedankt. Het was een heel fijn gesprek. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Zeker weten. Ik hoop dat u genoten heeft. En uiteraard vraag ik u om volgende week vrijdag weer te kijken. Voor de volgende Trotter Weekupdate, de 8e. En die is om 17:30.